die heb ik overgenomen. En inmiddels weet ik precies van A tot Z, van elk schroefje weet ik precies hoe die in elkaar zit en hoe die werkt. En toen ik uiteindelijk achterkwam, zoals je dit weefstouw ziet, dit is de sprong. Dus dat noem je de sprong. En hier gaat het schuitje doorheen. Zo maak je de stof. En zodra ik die sprong zag, dacht ik van je kan natuurlijk van alles ertussen stoppen. Dus ik ben begonnen met fietsbanden en plantvezels, afknippen van je bezem. Zo ben ik begonnen. En toen kwam ik op het idee om paardenhaar te gebruiken. Het paardenhaar heeft een mooie stugheid en een mooie glans. En ook die lengte. Dus het is maar 70 centimeter, dus daar moet je het mee doen. En om daarmee dus die nieuwe textuur te ontwikkelen, dat vind ik spannend eraan. Deze is ontstaan echt puur door een klein stukje stof. En door die te modelleren, moeleren heet dat dan, op de pop. Om te kijken wat die vorm gaat doen dan, met die stof. En deze jurk is volledig van paardenhaar. Ja, alles wat je aan blauw ziet, is paardenhaar. En hoe kom je aan dat haar dan? Tot zover krijg ik het uit Engeland aangeleverd. En zij importeren het weer uit Mongolië, waar weer meer paarden zijn dan mensen. En die paardenstaart uit Engeland, worden die dan afgeknipt van levende paarden? Het zijn wel paarden die eigenlijk naar de slachterij gaan. Wordt er wel levend afgeknipt. Ik kreeg toch wel van mensen te horen die mijn werk hebben gezien. Van, joh, doe je, maak je ook kunstwerk in opdracht van mensen, hun paard die is overleden of die moet overlijden. Kan je daar ook iets mee? Dus zo is dat dierbaar haar ontstaan om kunstwerkjes, gedenkkunstwerkjes te maken van het haar wat is overgebleven van de paard, wat voor mensen zo dierbaar is geweest. Vorig jaar, voorjaar, heb ik daar een opdracht gedaan voor mevrouw. Haar pony was overleden en ze wilde daar wel een kunstwerk van hebben, een gedenkkunstwerk. En nou ja, dit is dus de staart die ze uiteindelijk heeft afgeknipt. En met dat haar heb ik dit kunstwerk geweest. Hier is een kleine foto ervan. Naar aanleiding van dat kunstwerk is er nog een andere dame die twee staart heeft liggen van overleden paarden. Dat is Willeke. Meisjes, kom eens. Dames. Nou, Pamuk hebben we nu een jaar of 7. 8. Nee, 8 al wel weer. Die hebben we gekocht toen ze 6 was. Dus is nu 14. En Pavela die hebben we nu goed een jaar. Omdat we helaas afscheid hebben moeten nemen van mijn vorige paard. Ja, ik heb haar bijna 20 jaar gehad en ze is vrij intensief gebruikt en gereden. En ze had artrose en dan houdt het op een gegeven moment een keer op. Hè? Ja. Lastig als je zo'n paardje 20 jaar kent. Ja, ja je maakt er gewoon heel veel in mee. En vooral de leuke momenten van je leven. Dit is het paard wat vorig jaar is overleden. Dat heb ik uit de binnenkant van de staart gehaald. Dus ik heb de buitenharen laten zitten. Ja. Dus toen ze overleed had ze ook nog gewoon... Had ze nog een staart. Voor de buitenkant zeg maar nog een volledige staart. Maar het binnenstuk heb ik er dus uitgeknipt. Ja, heel mooi. Het zag mooi er beter ook uit voor het paard. Meer paardwaardig. Ik vond het wat meer paardwaardig inderdaad. Zijn jullie eruit? Nou, volgens mij wel. Wat gaat het worden, Willeke? Vooral een beetje dit. Hier zitten wat krullen in wat ingeweven is. En dit dan een beetje als dus iets ruiger. Dit nog iets ruiger, zoals dit. Dus dat er wat meer haar uitkomt ook nog.